Je hebt wel je bankje weggehaald. Ja, ik heb hem toch maar weggehaald omdat ik de gemeente niet wil spekken en per dag een dwangsom van €230 wil betalen. Dus ja, op een bepaald moment moet je een beetje creatief zijn. En we hebben bedacht dat we een kruiwagen is wel toegestaan op de straat. Kinderwagens zijn toegestaan. Dus we hebben een kruiwagen gisteren opgehaald. Die gaan we opleuken, mooi schilderen en een plankje opleggen zodat we toch kunnen zitten. U heeft de tafel ook even verplaatst? De tafel is 3 meter opgeschoven. Ja. Maar denkt u dat dit wel mag? Dit mag, want het staat voor een andere gevel. Maar ik heb het gevoel dat er een beetje een soort van kat- en muizen spelletje gaande is op het moment. Ja, dat is ook zo. Want uiteindelijk waar het op neerkomt is dat wij in ieder geval de gemeente gevraagd hebben om, en per brief en ook telefonisch, om A tot een oplossing te komen en B is, dat lijkt het ons dan handig om met elkaar rond de tafel te gaan. En zolang dat niet gebeurd is, ben je dus inderdaad bezig met een kat- en muisspulletje. En dan maar afwachten wat handhaving hier dan van vindt, hè? Ik ben heel benieuwd. Maar uiteindelijk denk ik dat we gewoon onszelf tot doel stellen dat we in de toekomst tot een gewoon een passende oplossing komen met elkaar. Want dit is natuurlijk onzin. Jouw bank staat er nog. Ben je niet bang dat je nu een boete krijgt? Het is niet een bank, het is eigenlijk een town. Ja, omdat je mag een town hier. En dus, het is nu een town. We gebruiken het niet. Niemand zit op het. Maar het is nu een town. Dit is geen bank. Ik denk dat er nog een hele rits achteraan komt van grappen en grollen. Ja. Maar wat vindt u daar nou van? Het is toch ook een beetje kinderachtig. Nou, als je hier al zo lang inderdaad gewoon met een bankje zit voor je huis, dan is het redelijk bezopen. Zolang er geen goede reden is, ga ik niet proactief zelf bankjes weg zitten halen. Nee, maar proactief heb je ook die dwangsom dan gekregen van die €230 per dag? Dat heb jij nog niet gehad? Nee, vorige week waren wij er niet en ik begreep van onze buren dat ze dat allemaal persoonlijk hebben overhandigd. Maar laten we eerst in gesprek gaan. Maar je gaat niet zwichten? Ik ga niet zwichten, zeker niet. Ook niet als jij straks ook die €230 per dag zou moeten betalen? Nou, ik wil eerst in gesprek en dan zie ik het wel.